In deze video. Steeds meer mensen willen geld verdienen met het verkopen van naaktfoto's. Maar is dat wel zo makkelijk als het lijkt? Wij spraken een meisje die haar naaktfoto's verkoopt op internet. Maar daarna kreeg ze spijt. Dat ging van soft naar ook wel heftiger, waar ik mezelf wel kon bevestigen met een demo. En daar ben je op teruggekomen? Ja, eigenlijk gewoon al meteen. Ze kan niet meer terug en ze doet vandaag anoniem haar verhaal. En inbreken bij BN'ers lijkt wel heel makkelijk. Steeds vaker worden bekende Nederlanders het doelwit. En wij ontdekten een inbraaktruc die nogal zorgde voor ophef. YouTuber Sven van der Meulen van Vrije Vogels doet in zijn laatste video een bijzondere ontdekking. Het is namelijk wel erg makkelijk om volledige documenten te krijgen van de woningen van BN'ers. Zonder enige vragen van de gemeente krijgt hij die info in no time in zijn inbox. Ook over wat mensen hier in deze studio vandaag. Zo krijg ik een dossier binnen van Peter R. de Vries. Daarnaast ook nog het dossier van Humberto Tan. En Bill Cosby, hij stond weer voor de rechter en moet 500.000 aan schadevergoeding betalen. Dit is het Breaking Crime News. Hoi, leuk dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe video hier op Vrije Vogels. Het is weer tijd voor het Breaking Crime News met vandaag een aantal verschillende thema's uit het nieuws waar we dieper op ingaan. We openen vandaag met bloot, naakt, jezelf online zetten in ruil voor geld. Maar dan wel het liefst zo pikant en sexy mogelijk. Is die wereld echt zo makkelijk en leuk en levert het echt zoveel bekendheid en geld op? Of zit dat toch anders? Heel veel mensen zetten zich naakt op internet, maar krijgen ook spijt. En vandaag spraken we een meisje. Ze verdiende in een paar dagen bijna 10.000 euro. Maar had toch de gevolgen niet helemaal overzien. Ze verdiende binnen no time heel veel geld, maar zag ook dat haar omgeving dat minder leuk vond. Ze werd bedreigd. Haar foto's werden overal rondgestuurd en stond bekend als diegene van OnlyFans. En dan is die keuze die je hebt gemaakt voor geld ineens toch iets minder prettig. We spraken haar en ze deed haar verhaal bij ons. Want is het nou echt zo leuk om naakt op internet te staan? Jij bent natuurlijk begonnen met het verkopen van foto's van jezelf op OnlyFans, toch? Klopt, ja dat klopt. En daar ben je op teruggekomen? Ja, eigenlijk gewoon al meteen. En wat was de gedachte voordat je begon? Waarom wilde je beginnen? Nou ja, ik had gewoon eigenlijk geld nodig, vooral omdat het was met corona net en ik kon niet meer werken. Dus dat was voor mij een beweegreden om ermee te beginnen. Ik dacht dat doe ik lekker in het geheim om verder niemand te weten van mijn familie. Van mijn vrienden en zo, die wisten het wel, omdat ik het natuurlijk ook gewoon openbaar op mijn Instagram had gezet. Maar mijn familie die hoeft hier niks op te weten. Die hebben niks verteld. Oké, dus, maar jouw familie, je ouders volgen jou bijvoorbeeld dan niet op Instagram? Dat kon je allemaal redelijk gescheiden houden. Ja, niemand van mijn familie volgt mij op Instagram. Ik ben wel altijd iemand van doe het niet of doe het goed. Dus ik dacht, ik ga gewoon all the way. Dat ging van soft naar ook wel heftiger, waar ik mezelf wel kon bevestigen met een demo. Nou ja, ik ben best wel geboren met een scheidsnatuur. Ik vind heel veel dingen niet zo erg. Want ik denk, nou ja, iedere week komt het toch wel goed. Maar dat is niet altijd de juiste denkwijze. En ik ben gewoon heel impulsief, dus ik denk er eigenlijk niet echt bij na. En dat is iets wat ik dan zou moeten leren in sommige dingen die ik doe. Want ik moet iets vaker eerst nadenken en dan doen. En iets eerst doen en dan nadenken. En dat was hier wel het geval. Kwam er dan opeens ook geld binnen? Dat werd zeker realiteit, omdat ik had gedaan. Ik ben best wel commercieel ingesteld. Dus ik had, je hebt dus een subscriptieprijs. Die had ik tamelijk laag gezet. Die was volgens mij 12 euro. Per maand en ik postte elke dag 4 posts. Ik heb het 5 dagen gedaan trouwens. Waarvan elke post bevatte 2 foto's en 1 video. De foto's die waren open en de video kon je voor een bepaald bedrag unlocken. Dus als je die 2 foto's leuk vond, dan gingen mensen al veel sneller die video ook kopen. En die waren van 30 tot en met 100 euro. Het ligt eraan hoe heftig de video was. Okay. En daardoor was de subscriptieprijs dus misschien wel 12. Maar gaven mensen al snel 100, 200 euro uit. Nou, wat er gebeurde, kijk, ik ben niet naïef. Ik weet echt wel dat er dingen worden rondgestuurd, vooral in de tijd dat we nu leven met social media. Het gaat vrij makkelijk, je maakt een screenshot bestuurd door. Wat overigens ook gewoon mogelijk is op OnlyFans. Ik hoor van veel mensen dat ze denken dat mensen geen screenshots kunnen maken op OnlyFans, maar dat kan wel gewoon. Want aangezien je de foto's verkoopt, hebben mensen het recht om die foto's voor zichzelf te houden, ook door middel van een screenshot. Ze hebben alleen niet het recht om het door te sturen, maar dat wordt wel gedaan. Ja. Maar, nou ja, dus toen werden de dingen doorge-
gestuurd en dat werd ook in van die exposgroep op Telegram gestuurd. En daar staan er veel mensen in dat ik me daar niet heel erg prettig bij voelde, want eigenlijk alles waarin geld voor vroeg werd gratis op en blootgesteld in die groepen. Dus ja, toen nam het geld natuurlijk ook weer een beetje af. En wat daar mee kwam, was dat mijn adres en mijn telefoonnummer en mijn voor- en achternaam en alles ook werd rondgestuurd daar. En degene die dat verstuurt, nou, daar ben ik niet zo heel bang voor. Maar je hebt genoeg gekken in een groep die daar misschien wel gebruik van gaan maken. En ik stel me uiteindelijk dat toch wel boven het geld. Ik had heel veel vertrouwen in dat de mensen gewoon goed zijn. Maar ja, de mensen zijn niet allemaal goed. Als ik mijn oude Instagram-naam zoek op het internet, dan kom ik heel veel foto's van mij tegen. Er is ook op Reddit een mijn naam puntje fanpage gemaakt. Maar dan denk ik, wat voor fanpage ben je als je allemaal content openbaar zet, terwijl ik daar geld voor te krijgen. En ja, eigenlijk staat gewoon alles nog steeds online. En gelukkig zijn dingen nu een beetje weg. Dat is ook de reden waarom ik mijn Instagram heb verwijderd. Omdat ik gewoon niet meer geassocieerd wil worden met de foto's van 2 jaar geleden. Maar ja, ik vind het wel lastig dat als je mijn oude Instagram-naam opzoekt, dat je nog steeds beelden van die tijd terugkrijgt. Gelukkig was mijn Instagram niet heel erg gerelateerd aan mijn echte naam. Maar ja, het is wel mogelijk. Gelukkig heeft mijn familie niks gezien, daar ben ik echt wel heel erg blij mee. Maar ja, wat niet is, kan nog komen helaas. Ik deed heel lang heel veel acteerwerk voor ook al wat grotere companies. Vooral toen ik wat jonger was. En ik zou dat heel graag willen oppakken, maar ik durf mijn dromen niet achterna te gaan. Omdat ik denk dat als ik dat oppak en mijn bekendheid er wat groeit, want dat had ik toen ik wat jonger was wel. Ja. Dat ik dan, dat dan die foto's weer terechtkomen. Snap je van mij, dat is dit meisje. Ja. Dan ben ik wel bang dat het bij de familie terechtkomt en dat vind ik niet leuk. En mijn vriendinnen en vrienden. Ik ben er een paar aan verloren, maar dan denk ik ook wel. Nee, dan zie ik wel in ieder geval wie er wel deel met me waren en wie er niet deel met me zijn. Want als jij mij veroordeelt voor het posten van exclusieve foto's op het internet en jij vindt mij dan in één keer een slet of een hoer of een dit of een dat, dan ben jij mijn energie niet eens waard, denk ik ook weer. Kijk, tuurlijk vind ik dat de keuze bij jezelf ligt. Maar wat ik er wel bij na wil geven is dat ik dacht altijd dat ik mentaal heel sterk was. Dat dacht ik echt. Maar ik loop nu nog steeds 3 dagen in de week bij een psycholoog. Wel natuurlijk voor meerdere factoren, maar dit is wel een druppel voor mij geweest. Want ja, je krijgt wat leuke berichten. Maar mensen gaan je meer zien als een object en niet als een persoon. Dus ze durven alles ongefilterd tegen je te zeggen. Oh, je bent een hoer. Ze schelden je voor alles uit. Ze zeggen dat je niks waard bent. Dat ze het je gunnen om verkracht te worden. Dat ze je gaan vermoorden als ze je tegenkomen. Natuurlijk, niet iedereen zal het doen, maar het doet je best wel wat. Ja, natuurlijk. Als je van meer mensen te horen krijgt dat je niks waard bent. En dat je dood hoort te zijn. En dat je een schande bent voor de maatschappij. Dat je mensen het verkeerde pad stuurt. Dat ik hoorde vaak dat ik andere vrouwen stimuleerde om met zo'n grote vuile hoer als ik te worden. Dat ik gewoon denk van ja, weet je, waar slaat het nou weer op? Dus de prijs voor het geld wat je krijgt, dat weet je niet op tegen de prijs die je ervoor betaalt. Eerst even dit. Wil je op de hoogte blijven van het crime en misdaadnieuws? En ken je onze reportages al? Ik zou het super leuk vinden als je wil abonneren op mijn YouTube kanaal. En iedereen die dat doet en een bewijsje stuurt op Insta, ga ik terugvolgen op Instagram. Zo zie ik ook wat jullie, mijn kijkers, bezighoudt. En dat vind ik leuk en belangrijk. Ik zeg doen en nu gauw weer door met de video. En we lezen het bijna dagelijks in de krant. Steeds meer bekende Nederlanders of influencers worden overvallen. En dat is best heftig als je de beelden ziet. Het zijn bizarre en gewelddadige overvallen. Met maar één doel, zoveel mogelijk geld afpakken. Steeds meer BN'ers werden slachtoffer van dat soort overvallen. Mensen als Mark Gillis, René van der Gijp en Nicky Tutorials. Steeds meer van de daders van die overvallen worden opgepakt en veroordeeld. Wij hebben daar al eerder onderzoek naar gedaan, want hoe makkelijk is een overval plegen eigenlijk? Nou, best makkelijk. Je kan namelijk iedereen, u ook, ik ook, iedereen, een plattegrond opvragen van een huis.
En dat betekent dat je gewoon de gemeente kan bellen en alle documenten kan aanvragen van een woning, een villa waar je potentieel een overval kan plegen. Dat deden wij en dat leverde in de media en in de politiek nogal wat ophef op. YouTuber Sven van der Meulen van Vrije Vogels doet in zijn laatste video een bijzondere ontdekking. Het is namelijk wel erg makkelijk om volledige documenten te krijgen van de woningen van BN'ers. Zonder enige vragen van de gemeente krijgt hij die info in no time in zijn inbox. Ook over wat mensen hier in deze studio vandaag. Zo krijg ik een dossier binnen van Peter R. de Vries. Daarnaast ook nog het dossier van Humberto Tan. En Luc Ikink. Ja, en zo krijg ik van mensen die ik niet ken, waar ik niks mee te maken heb, krijg ik zomaar bijna 1000 tekeningen van dossiers, van woningen, plattegronden, aantekeningen. En de gemeente geeft het me zonder problemen. Keuken, badkamer, slaapkamer 2, woonkamer, slaapkamer 3, badkamer, slaapkamer 1, veranda. Je hebt hier een plattegrond, jongen. Deze zijn in principe voor een inbreker goud waard. Stel dat ze allemaal zo slim als jou zijn. En je denkt, ik heb een mooi huisje op het oog. Nou, dat is echt de rijke mensen, dit en dat, weet je wel. Ja. En je denkt, weet je wat, ik ga naar Poging Waren en ik vraag de gemeente plattegrond van die woning op. Ja. Dan is het toch te gekke dat je dat dan ook nog krijgt. Want het maakt een inbreker alleen maar makkelijker. Ja. Want je hebt alles. Ja. Ongelooflijk. Inbreken was nog nooit zo makkelijk. En ik hoop dat iedereen zijn deur goed op slot doet. En het is fijn dat dat soort overvallen nu worden bestraft in de zaken van de BN'ers. En Bill Cosby, we kennen hem allemaal. En nu blijkt dat hij een 16-jarig meisje misbruikt zou hebben. Hij moet het meisje $500.000 betalen, maar hij blijft op vrije voeten. Wat iedereen toch vrij bizar vindt. Waarom? Het is te lang geleden. Het is verjaard. Dus Bill Cosby blijft een vrij man. En in de Belgische media zorgden we laatst voor nogal wat ophef. We hebben natuurlijk de zaak van Jan van Haan, maar ook de zaak rondom Adriaan van den Hoof. Een grote Belgische presentator op de tv. Hij zou zich nogal misdragen rondom vrouwen. En dat onderzoek hebben wij gedaan. In Nederland is het elke dag in het nieuws. Bekende mensen van televisie die zich misdragen in de mediawereld. De media lijkt een wespennest vol leed, misbruik en overschrijdend gedrag. Maar hoe zit dat eigenlijk in België? En dus hier om het hoekje is het huis van Adriaan. En daar gaan we eens even verhaal halen. Een interessante zaak en ik gaf daar laatst een interview over in een groot blad in België. Dat is Dag Allemaal en daarin zeg ik eigenlijk een heel verhaal over die zaak. Wil je dat lezen? Dan kan dat natuurlijk. En wie weet komen we daar nog een keer op terug. Adriaan van den Hoof, ik hoop dat je je gaat gedragen. En binnenkort de uitspraak rondom de zaak Jan van H. Ik heb er natuurlijk al heel veel over gezegd. Ik was ook bij de zitting aanwezig. En binnenkort is de uitspraak. En die zal ik dan hier natuurlijk uitleggen en behandelen. Vind je dit soort video's nou interessant? En wil je altijd op de hoogte blijven van het crime en misdaadnieuws? Dan moet je zeker abonneren. Doe ook een duimpje omhoog op deze video. En dan zie ik je snel bij de volgende reportage of het Breaking Crime nieuws. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!